voor de coronamaatregelen begonnen, voordat de lockdowns begonnen, had ik heel goede competities gedaan. Had ik in een enorm goede flow richting de spelen ook, want die waren niet meer zo ver af. En nu ben ik dat ritme wel kwijt en dat moet ik helemaal opnieuw terugvinden. Ik had het geluk dat Jeroen, mijn broer, ook judoka is, zodat we samen konden trainen. Het is mijn job om te presteren, om judo te doen. En als ik dat niet kan doen, dan heeft dat een impact op mijn mentaal welzijn ook. Maar voor ons blijft het veel trainen. Trainen en nog eens trainen. En nu dat ik dat terug redelijk goed kan doen, dan ben ik ook een gelukkig mens. Als er momenten zijn waar dat moeilijk gaat voor je, dan zijn er natuurlijk altijd mensen waarmee je kunt praten. Je moet daar niet verlegen voor zijn of terughoudend voelen. En zelf, als je dat niet zo goed bij voelt om te praten, om die stap te zetten, probeer dan ook met vrienden weg te zijn of andere dingen te doen, dat je niet alleen zit in je kamer. Nu zijn er de mogelijkheid om eens naar buiten te gaan. Het weer wordt terug mooier. Dus motivatie, die is er altijd geweest eigenlijk. We zitten met een heel hechte groep die samen trainen. In een bubbel van 5 nu. En we motiveren elkaar wel. En er zijn nog genoeg dingen waar we naartoe kunnen werken. In judo kunnen nooit alles kunnen. Dus dan moeten we voor onszelf kleine doeltjes stellen. Ik denk dat het zeker belangrijk is om te blijven sporten. Nu kan het niet samen met elkaar, maar je kunt wel nog altijd interactie hebben. Door filmpjes, sociale media. Er zijn zoveel manieren. En op die manier kun je ook mensen uitdagen of het interessant houden en houdt er een beetje competitie of spel in. Dat maakt het zoveel leuker.